Ik vind u leuk en ik ga het gewoon proberen. Wat ga je proberen? Ik maak een programma over geld. En dat heet Hoeveel ben je waard? En in dat programma lichten wij eigenlijk iemand financieel volledig door. Moet ik wel nu met u mee naar huis? Oké. Okay. Krijgt u een financieel adviseur over de vloer? Een inboedelmakelaar? Allerlei gezelligheid? Ja, ik hoop dat het er allemaal past, want ik heb een heel klein huisje. Vinden wij helemaal niet erg. Oké. Boswachter Thea is niet wat je van een boswachter zou verwachten. En dat geldt ook voor de Hilversumse huisje. Ik denk een boswachter woont in de natuur. Nee, dat is niet zo. Nee, dat was vroeger misschien. Maar tegenwoordig wonen ze gewoon echt in het centrum. Is dit je achteromgang, Thea? Dit is de hoofdingang. Oké. Jeetje, het is heel klein, hoor. Stukje Verwacht natuur. Er niet te veel van. Stukje natuur. Midden in het centrum. Ja. Thea woont op een handvol vierkante meters. Klein, maar compleet, zoals ze dat noemen. Heb jij die boodschappen al in die koelkast gestopt? Maar daar ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd naar. Jij denkt, wat doet hij? Maar vast onderdeel in ons programma is de koelkast. Oh, want daar kun je toch een klein beetje wel aan zien hoe iemand in elkaar zit. Oh. Nou, hoe zit ik in elkaar? Franse kaasjes. Franse kaasjes. Die komen je tegemoet. Over van het weekend. Ja. Ja. Salades, fruit en een biertje. Geef je veel geld uit een boodschap? Nee, want ik kook niet. Oh, helemaal niet? Nee. Nou ja, heel af en toe als ik gasten krijg, kook ik. Maar hoe eet je dan? Bij anderen. Je gaat gewoon elke avond... Nou, nee, elke avond is niet waar, maar wel heel veel. Oké, dus niet veel aan boodschappen, maar hoeveel? Dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, niemand heeft gezegd dat het een makkelijke dag werd. Nee. Ja, want als ik boodschappen doe, dan doe ik het vaak voor heel veel. Voor een weekend of zo. En dan gedurende de week eet ik dat dan allemaal weer op. Maar per maand? Oh mijn god. Dat weet ik echt niet. 200 euro? Ja, dat kan. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, klinkt ook wel redelijk. 200 euro. Helemaal opgelucht. We zijn eruit. 200 euro. Ja, omdat jij zegt het kan. Ja. Dan denk ik, oké, dan zal het wel kloppen. En dit is een huurhuis? Ja. Kamer noem ik het graag. Maar goed, huurhuis. Ja. En hoeveel betaal je hier? 515, om precies te zijn. Inclusief gas, licht, water en televisie. Oh, nou, dat is op zich niet duur. Nee. Ik heb gedacht aan kopen. En nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje dan mijn vraag aan jullie. Wat nou het slimste is, huren of kopen? Ja. En voor welke prijs ik dan wil kopen en kan kopen. Zodanig dat ik ook mijn andere passie reizen nog kan. Oké. Gaan we allemaal vragen aan Eve. Die komt straks natuurlijk jouw hele boekhouding bekijken. Ja. Want je reist ook graag. Ja, ik reis heel graag. Ja, en dan verre reizen? Verre reizen. Andere culturen ontmoeten. Andere gewoontes. Ja, ander eten. Andere mentaliteit. Andere mensen. Is gewoon geweldig. En andere natuur. Thea was jarenlang getrouwd en ze heeft 2 volwassen kinderen. Sinds ze een paar jaar geleden een nieuwe start maakte, reist ze er lustig op los. De laatste tripje was naar China. En wij van Hoeveel ben je waard zien dan meteen eurotekens. Maar zoiets kost wel geld. Ja, kost inderdaad geld, ja. Ja. Hoeveel heeft deze reis gekost? 3000 euro ongeveer. Oké. Ja, dat is een heel bedrag. Wat verdient een boswachter? Echt gewoon netto? Ja? 1800 euro. Oké. Give of take. Kun jij ervan rondkomen? Ja, prima. En dan geef je het dus uit aan reizen? Ja. Waar verder aan? Kleding. En voor de rest denk ik dat ik eigenlijk niet geld uitgeef. Nee, maar is geld belangrijk voor jou? Totaal niet. Nee. Maar materieel ook niet. Dus het is helemaal niet interessant. Nee. Nee. Maar toch vind je het wel leuk dat wij vandaag de boel een beetje komen doorlichten. Met name met dat huis. Moet ik nou gaan kopen? Heb ik dan nog geld voor het reizen? En... als je koopt, dan zit je ook vast. Ja. Dan moet je het ook weer verkopen als het nodig is. Want ik ben alleen. En straks loop ik een leuke vent tegen het lijf. Ja. En dan? Nee, dat moet je zeker in het achterhoofd houden. Ja, nou, precies. Moet het een boswachter zijn trouwens? Nee. Hoeft geen boswachter te zijn. Nee, totaal niet. Gewoon een leuke vent. Maar kan ik even een oproepje doen dan? Nou ja, ga je gang. Ik zoek nog een leuke man. Ja. Die bij mij past. En, omgeving Hilversum of heel Nederland, maakt niet uit. Moet echt wel bereisbaar zijn naar Hilversum toe. Ja. Want ik ga niet verhuizen. Ik heb hier zo'n mooie baan. Dus ik heb een leuke alles man. Voor iemand over, maar ik ga niet verhuizen. Ja, een leuke man met een snelle auto. Nee, of nee, hier nee, in de buurt. Nee, maar bedoel, dan kan hij snel naar Hilversum. Oh, oké. Nou, ben jij nou thuis die leuke man die geïnteresseerd is in de natuur en in reizen? En zie je Thea wel zitten?
ga dan even naar onze website. Ja, één ding. Ik liever geen bierbuik. Duidelijke taal. Geen bierbuik. Nee. Komt voor de bakken. Mooi. Liefde is onbetaalbaar en moeilijk te taxeren. Dus daar houden wij ons verder buiten. En deze stenenverzameling? Ja, die zijn van over de hele wereld. Tenminste, daar waar ik al ben geweest. En mijn laatste... De laatste aanwinst is deze. Een stukje Chinese muur. Gaaf, hè? Heel klein stukje. Die heb je gewoon stiekem in de tas gestopt. Ja, en meegenomen. Leuk. Ja. En de rest komt... Waar komt deze mooi? Oh, die heb ik van een vriend gekregen. Omdat roze kwarts liefde zou brengen. Ik zeg niks, hè? Een vriend, hè? Die oproep die gaat werken, jongen. Onze mailbox loopt vol. Nou, klaar met dat romantische gedoe, want Eve van Opdorp komt zaken doen. Ze gaat over het grote rekenwerk en dat begint bij het verzamelen van de boekhouding. Ik heb nou toch wat leuks. Ik zeg boswachter, wat zeg jij dan? Klein mannetje, hoed, veer, zo'n vieze, dikke borstelsnor en een enorm geweer op zijn rug. Nou, ik heb een verrassing. Hallo. Hey, Victor zijn boswachter. Dat ben ik ook. Maar je hebt helemaal geen snor. Nee, ik ben Thea. Mooi. Hi. Nou, ik heb geen snor. Nee. Dat is ook stom voor mij. Ja, ik denk meteen aan een man, maar jij bent gewoon echt een vrouw, precies. Hè? Ja. Mm. Ja, nee, tegenwoordig kan dat allemaal. Mm. Hey, ik kom voor de geldzaken. Ja, alles heb ik wat begrepen. Te maken heeft met financiën, administratie. Ja, oké. Okay. Pak hem maar. Oh, oké. Okay. Deze? Ja. Dat was hem. Nou, perfect. Zit alles hierin. Dat is goed, dus wel. Ja? Oh ja, en natuurlijk op de laptop staat nog het een en ander. Digitaal. Digitaal. Oh ja, nou, maar dat doen we dan wel met internetbankieren. Okay. Dan neem ik jou mee, dan kan Victor hier lekker rondscharrelen voor de inboedel. Is goed. Ja. Oh, kijk. Hey. Hartstikke goed. Jij hebt nog wel even werk. Mijn grote wens namelijk is stiekem om toch jou even in het pak te hijsen en samen de natuur in te gaan. Oké. Okay. Ga jij me in het pak hijsen? Nee, jij hijst jezelf in het pak. Als je dat goed vindt. Ja, nee, lijkt me hartstikke leuk. Leuk. Het is hartstikke mooi weer, dus doen we. Adios. Zien we je zo. Succes. Ik wacht buiten, Thea. Ja, is goed. Oké, ik ben er klaar voor. Oh, wat ben je stoer. Chic, hè? Toppertje. Even wat anders. Wauw. Wat is je wijk? Waar gaan we naartoe? Het Goors Natuurreservaat. Ja, zullen we de hei op gaan? Ja, lekker. Voor Thea is natuur het waardevolste bezit. Ja, dat is moeilijk uitleggen. Dat moet je beleven. Dit is echt voor jou priceless, hè? Ja, hier kan geen geld tegenop. Nee, voor jou wel dan? Nou, als je mij nou een ton geeft en zegt je mag nooit meer op de hei komen, dan kom ik nooit meer op de hei. Nee, dat kan niet. Nee? Nee. Voor jou ondenkbaar? Dat is echt ondenkbaar. Ja, natuurlijk. Nou, beleef het maar eens dan. Nee, ik vind dat dan voor een kwartiertje altijd hartstikke lekker. Denk ik, oh, lig ik hier lekker. En na dat kwartier denk ik dan... Stil nou eens even. Mooi. Laat het nou eens gewoon tot je doordringen. Ja, ik ben wakker. Ik zag het wel. Je zat op je horloge te kijken. Ja, ik denk dat ik dat dan vaker zou moeten doen. Om dan inderdaad misschien rustig ervan te worden. Rustig worden, dat doen we een andere keer wel. Het is hoog tijd voor de volgende stap. Thea wordt verwacht bij Eve. Die heeft zich een weg door de boekhouding geharkt. Hallo. Hi. Hi. Ja, het moment. Ja. Gaan we meteen beginnen. Ja. Het eerste wat we moeten weten natuurlijk is, wat komt erin, wat gaat eruit? En vooral, hoeveel blijft er over? Precies. Ja. Nou, wat er inkomt bij jou is 1890 euro. Maar er zit ook nog wel vakantiegeld bij. Omgerekend naar een maand verdien je 2040 euro per maand. Oh, toch? Dat is helemaal prima. Ja. Wat er uitgaat aan autoverzekering, auto, vaste lasten, de huur en dat soort hele saaie dingen. 1500 euro, ruim 1500 euro. We splitsen dat bedrag even uit. 515 euro huur, verzekeringen 128 euro. 200 aan boodschappen, een paar tientjes voor communicatie. 155 euro vervoerskosten. En een kleine 400 euro per maand aan kleding, concerten, uitjes en andere gezelligheid waar Thea dol op is.
Nou, snap je natuurlijk. Ja, dan reken ik het ook wel zelf uit. Dan blijft er een enorme spaargeldzak over van 500 euro per maand. Die gewoon over is. Jeetje. Ja. 500 per maand? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Dus dat doe je hartstikke netjes. Je houdt echt geld over. Maar je huurt natuurlijk ook voor heel weinig. Ja. Nou, is natuurlijk de grote vraag huren of kopen. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Stel nou, daar ben ik van uitgegaan. Je hebt een huis van 100.000 euro. Een goede vuistregel is dat je huis totaal is afgelost met je pensioen. In jouw geval als je 67 jaar bent. Ja. Als we terugrekenen, je bent natuurlijk al 52. Ja. Dan moet je de huis in 15 jaar afbetaald hebben. Ja. Ja. En dan kom ik op... Waar je nou 515 euro kwijt bent met huur, gas, water, licht... Ja. Ben je dan inclusief huur, gas, water, licht... maar bijvoorbeeld ook je onderhoud is erin meegenomen... Ja. 860 euro netto kwijt. Ja, holy shit. Maar dat ga ik dan niet doen, hè? Want? 800, wat zei je? 860 euro. 860 of 500. Nou, het nadeel is dat je reispotje dan slinkt, zeg maar, vermagerd naar 150 euro per maand. Dus er is nogal wat. Ja, nee, maar dat doe ik dus niet. Nee, het voordeel is dat je huis dan ook echt totaal is afgelost. Dat je dan dus, zeg maar, vanaf je 67ste geen woonlasten hebt. Ja, maar dan kan ik ook niet meer reizen. Nou ja, goed, minder. Ver. Ja, maar er is ook nog een light versie. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je die hypotheek bijvoorbeeld uitsmeert over een langere periode. Dus over 25 jaar. Oké. Okay. Ja, dat klinkt heel veel en heel spannend, maar het valt eigenlijk wel mee. Want nu betaal je huur, die gooi je in de sloot. Ja. Dan betaal je de hypotheek, dat is 100 euro meer dan wat je nu betaalt. En dan bouw je wel kapitaal op en je kunt nog steeds lekker op reis. Want jouw reisbudget is dan geen 500 euro, maar 400 euro. Ja. Ja. En ondertussen... Heb ik een huis. Heb je hem door, of niet? Ja, geloof het wel. Nou, dat klinkt wel heel aannemelijk dan. Je kunt gewoon met een gerust hart kopen en op reis. Nou, hartstikke mooi. Tot je heel oud bent. Ja, ja, dan moet ik dan wel worden, ja. 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 Oké, dan gaan we dat doen. Hé, hey, hartstikke bedankt. Ja. Mocht jij jezelf nou ook afvragen, is het nou slim om te blijven huren of te kopen? Ga gewoon naar onze website. Op het adres waar Thea nu nog woont, arriveert ondertussen Erik Branger. Die gaat de inboedel van de blije boswachter taxeren, want bij het maken van de slotsom telt die mee als bezit. Jij dacht boswachter, ik trek een bijpassend jasje aan. Ik ga in het thema. Hartstikke. Of is het een wietplantage? Nou goed, hoe dan ook. De eerste schat vinden we al in de gang, hè? Hoe leuk. Heeft ze zelf waarschijnlijk gemaakt, hè? Dat denk ik wel. Van berkenhout, hè? Ja. De zilverberk. Een van de meest allergische bomen van Nederland. Maar is hij nog wat waard? Nou, ik vind wel, wat ze hier neer gezet, ik vind het 70 euro waard. Wat? Dus we hebben een start. Landelijk wonen, hè? Oh, dit meen je echt? Ja. Nou, hij is in een goede bui. Dan heb ik er alle vertrouwen in. Dit is waarschijnlijk tot op heden de enige grote wandeling geweest. Het meeste horen ze natuurlijk helemaal vol te zitten. Overal waar je in het buitenland bent. Nou, zij maakt elke dag meer wandelingen dan jij ooit in je leven gemaakt hebt, hoor. Oké, okay, dat is duidelijk. Ja. De stemming is nu gezet. Ja. Wandelstok 15 euro. 15? 15 euro, ja. Nou, prijs voor de hele keuken? 30 euro. Aha. Ah. Ja? En je kent de benaming? Rozen nog iets. Rozen. Liefde en liefde. Rozen kwarts, hè? Ja. Dit is een natuurproduct. Je hebt winkeltjes die verkopen dit. Ongeveer 12 euro hiervoor. Voor dit stuk? Voor dit stuk. Boeken? Heel veel natuurlijk over de natuur, hè? Het liefst zie ik natuurlijk antieke boeken, maar... Ja, ik ook, Erik, maar ja. 50 euro voor alle boeken. Laptop. 80 euro. Chinese leger, toch? Ja, heb je ze wel eens gezien, het complete leger? Dat staat in een van onze Nederlandse musea. Oké. Okay. Dit is weer zo'n afgietsel ervan. Ja, ik was zeggen, zij heeft dat. Nee, dat gebeurt denk ik niet. Maar niks waard dus? 5 euro. Hoe vind je zelf dat gaat? Ja, gaat lekker. We zitten in een goed tempo. Ja. Hele bijzondere koektrommel. Van haar overgroot oma. Oma, ja. En dat was familie van Beatrix. Dit is een koektrommel uit de 60 jaar. Oh. Ik vind hem wel leuk. 5 euro. Vind hem wel leuk. 5 euro strookt dus niet met elkaar. Ja, maar ik kan ook niks zeggen. En toch heeft hij wat waarde. Omdat hij leuk is. Ik word een beetje chagrijnig van je. Ik zeg het gewoon eerlijk, ben ik het kwijt. Kom niet in mijn jasje.
Zullen we eens kijken of we hier wat gaan ontdekken? Ja, het is wel een beetje schrapen. Kijk, keiharde contanten. Ah. 150 euro. Nou, dat staat 150 euro. Altijd fijn. Het is schrapen, maar we komen er. Kastje zelf? Kastje, 10 euro. Dan heb ik hier nog twee hele leuke tasjes. Chinese zijde, hè? Ja, Chinese zijde. Nou, je moet voorstellen hoe dat gemaakt is. Met de hand. Het is toch wat je zegt, pure zijde. Uren lang. Waarde? Die twee tassen bij elkaar, 10 euro. Als ze werkt, draagt Thea een streng boswachterspak. Hartstikke handig, maar niet echt sexy. Om dat privé een beetje recht te trekken, heeft ze een flinke kast vol met vrouwelijke kleding. Ze geeft niet veel om spullen, maar wel een mooie jurk. Heb jij wel een verstand van mooie jurken? Als ik naar dat jasje kijk, denk ik namelijk, moet jij dat nou gaan beoordelen? Nou, betaalt zij ongeveer voor die jurken 100 euro per stuk. Wat krijgt ze daar nog voor terug? De hele inhoud van de kast hier is ook ongeveer 250 euro. Schrijf op in je boek. Dit was het. Optellen. 10. 10. 5. Lijkt wel bingo, bingo die getallen. Normaal zitten we op 150, 250. En hij is nog een panda. Niet de beer, maar de auto. Waarde? De auto komt uit 2012. Heeft iets meer dan 30.000 op de teller staan. 6.000 euro. We komen dus uit op 7.475 euro. Ja, gelukkig hecht ze meer aan de natuur dan aan spullen. Dat is duidelijk. Dankjewel, joh. Alsjeblieft. Met de waarde van de inboedel is de lijst voor de slotsom compleet. Want er is dan misschien wel een koophuis in beeld gekomen voor Thea vandaag. Voorlopig is het er nog niet. Daar zitten we dan, Thea. Ja. Hoe voel je het om vandaag zo met je neus in de boeken te duiken? In je financiële handen? Ja, heel apart. Heel apart, want je denkt alles te weten. Je denkt goed georganiseerd te zijn en op de hoogte te zijn van je financiële hebben en houden. Ja. Maar dat valt dus behoorlijk tegen. Zullen we er maar aan beginnen? Ja, graag. Eef, ga je gang. We beginnen. Proost. Doen we straks. Oh, doen we straks. Okay, okay. En we beginnen bij de schulden. Ja, maar die zijn nul, als het goed is. Klopt, inderdaad. Okay. Helemaal nul. Als ik jou over een jaar tegenkom, kan er misschien een hypotheekschuld zijn, maar voor dit moment gewoon nul. Schulden heb je niet. Oké. Okay. Nou hang jij niet heel erg aan spullen, maar we hebben toch vandaag al jouw spullen in kaart gebracht en je inboedel getaxeerd. Jouw inboedel is op dit moment getaxeerd op 7.475 euro. Inclusief 6.000 euro voor de auto. Dus 1.475 okay. euro is alles waard wat hier in huis dat staat. Dat valt dan tegen. Ja? Dat had ik op 3.000 geschat. De helft. Dus de helft. Oké. Okay. Komen we bij totaalrekeningen. En wat ik dus heel erg leuk vind, is dat jij niet zo heel veel hebt met geld. Maar geld heeft wel een heleboel met jou. Want ondertussen, als ik alles bij elkaar optel, dan kom je op een bedrag uit van 11.472 euro. Mooi. Ja. Kun je heel lekker van op reis. Ja. Ga boeken. Ja. Nee, serieus. Mooi bedrag. Ja, je hebt het zelf voor elkaar. Ja, ja, nee, oké, dat is waar. Maar je hebt het wel. Ja. Maar ja, het interessantste is natuurlijk de hamvraag. Toen ik jou vanochtend tegenkwam op straat en aan je vroeg hoeveel ben je waard? Ja. Toen zei je 10.000 euro. Ja, klopt. Eef? Heel goed. Thea, jij bent waard 18.947 euro. Ja. Daar mogen we wel op proosten. Ja, daar mogen we op proosten. Daar mogen we zeker op proosten. Globetrotter Thea weet prima rond te komen. Haar spulletjes zijn niet zoveel waard, maar met haar totale vermogen eindigt ze dik in de plus. Dat fletje is dus wel degelijk gewoon een serieuze optie. Ja, inderdaad. Goed geregeld. Ja. Fijn om te weten. Nee, serieus. Nee, dankjewel. En heel erg lekker gaan genieten van de dingen waar jij van geniet. En die leuke fan natuurlijk. Oh ja. Hè? Ja. Die nu zit te kijken. Heel goed, dankjewel. Mocht je thuis nou ook willen weten hoeveel je waard bent, of willen weten hoe het afloopt met Thea en de liefde, ga dan even naar onze website. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.